Ik praat jullie even bij over het programma De Hofbar, vrienden. Ja, jullie zien dat waarschijnlijk helemaal niet. Nee, er kijken maar een paar honderdduizend mensen naar. En nou ja, ik vertel het jullie toch even. Google het anders even, Hofbar met Sophie Hermans. Dan krijg je een leuk fragment te zien. Want daar stond die Rutger Castricum. Die sprak dus die Sophie Hermans, tegenwoordig minister van Klimaat. Nou, ja, hoe dat gebeurd is, dat weten we ook niet. In ieder geval, hij zegt, jullie zijn in gesprek met Tata Steel over de uitstoot van de CO2. En hij maakt een opmerking, omdat er dus een heleboel gedoe was geweest over die minder uitspraak. Dat was ook weer in het kabinet, was dat ook weer een keer gezegd. Dus het was een hoop gedoe geweest, weer die week. En hij zegt dus alleen maar, ja, jij bent er natuurlijk voor om minder CO2 uitstoot te krijgen. Nou zeg, alsof ze door een klein keffertje in de kuit was gebeten, reageerde die Sophie Hermans, in plaats dat ze daar gewoon met een lach overheen stapt en gewoon doorpraat en denkt, laat me gaan. Het is een flauwe grap en dit en dat. Maar dat schreven ook heel veel mensen. Ja, op de social media, die hadden het allemaal over, ja, het was een slechte grap, het was een goede grap. Vrienden, het is geen grap. Dat wat die Rutger daar zegt, is helemaal niet geestig. Nul, niks. Het is een steekje onder water. Dat is het, steek onder water. Ja, het is even op de zwakke plek van de VVD. Ja, want die VVD wordt natuurlijk, die wordt ervan beticht dat ze daarmee omgaan. Met mensen die minder willen. Weet je dat? Nou. En jou, hè, was raak. En zij werd eerst narig. En toen, de Sophie kon er niet mee omgaan. En daarna werd ze boos en loopt weg uit het interview. Hey, vrienden, kijk hem na. Want hij is weer dik in orde. En ja, dus mijn verzoek aan Den Haag is, kunnen we ermee ophouden om vele lichtgewichten in een kabinet te zetten?